We mogen weer iets meer. Bronnen melden dat het kabinet de coronamaatregelen versoepelt. En de politie Noord-Nederland moet het doen met minder personeel. En dat heeft gevolgen. Het kan dus zijn dat we zeggen, ja, over 2 maanden is er een evenement, of er is dit, of er is dat. En wij zien nu al dat we daar geen capaciteit voor hebben. Natuurmonumenten start campagne om te leren wennen aan de wolf. Kinderen moeten ook in de winter veel buiten spelen, vindt Instituut voor Natuureducatie. En het weer met Robert. Ja, ik had een beetje de stille hoop op een klein zonnigie. Maar goed, ik heb hem niet zien. Weer, zo geliks. Dat nice. Goedenavond. Morgen lopen de huidige coronamaatregelen af en komt er weer een nieuwe persconferentie. Vandaag komen de eerste voornemens naar buiten. Zo lijkt het erop dat universiteiten, hogescholen en het mbo weer fysiek les mogen geven. Verder kunnen we weer op afspraak naar de kapper en de niet-essentiële winkels. Ja, verslaggever Josien Feitsma staat in een winkel in Hogeveen. Ja, Josien, daar is het natuurlijk nu nog rustig, maar daar komt dus verandering in. Ja, grote kans dat met deze nieuwe aangekondigde maatregelen er straks wel weer wat extra beweging op gang komen. Het gaat dan echt over versoepelingen, horen we vanuit Den Haag. Ja, en wat gaat er dan veranderen? Ja, op dit moment is het zo dat alleen essentiële winkels open zijn, zoals de drogisterij en de supermarkt. Voor niet-essentiële winkels geldt tot nu toe nog het click-and-collect systeem. Dat je kan bestellen en op kan afhalen, maar dat je niet fysiek kan winkelen in de winkels. En daar komt verandering in, want op afspraak kun je straks toch weer de winkels in en ook weer dingen gaan passen. En wat vinden de winkeliers daarvan? Ja, die vraag kan ik het beste stellen aan Alet Nijhoff, eigenaresse van Bloom Body Fashion, waar we nu staan. Alet, hoe heb jij naar dit nieuws gekeken vandaag? Beetje dubbel. We zijn wel iets blij, maar het is niet genoeg. Want je krijgt een cadeautje en je mag het niet uitpakken. Wij willen onze deur opengooien en gewoon lekker weer de klant ontvangen. Zoals ook gedaan wordt bij een drogisterij, in een supermarkt. Mensen kunnen overal winkelen, behalve bij ons. Ja, dat is een beetje zuur. Ja, jullie hebben aangekondigd om aankomende zaterdag open te gaan. Veranderen die maatregelen dit nog? Nee, voor ons niet. Wij moeten gewoon, wij gaan open. En we hebben een soort van ludieke actie bedacht. We hebben de boa's al om, dus we zullen de boa's misschien ontvangen zaterdagochtend. We weten het niet, maar we gaan ervoor. We hebben de deur open en we willen graag verkopen voor iedereen, voor alle passanten. Ja. Ja, de persconferentie morgen, dat gaat echt duidelijkheid geven. Eén ding staat wel voorop, is dat deze ondernemers het kritisch gaan volgen en in ieder geval zaterdag toch de deuren gaan opendoen. Josien, dankjewel. En grote retailers als Scapino hebben inmiddels ook aangekondigd hun zaken zaterdag gewoon zonder beperkingen te openen. Evenementen in Drenthe, Groningen en Friesland kunnen dit jaar niet meer automatisch rekenen op politiebeveiliging. In Noord-Nederland moeten bij de politie dit jaar ruim 100 voltijdbanen verdwijnen. Met als gevolg strengere keuzes over de inzet van agenten. Het kan dus zijn dat we zeggen, ja, over 2 maanden is er een evenement, of er is dit, of er is dat. En wij zien nu al dat we daar geen capaciteit voor hebben. 19 december 2021. Nederland zit net in lockdown, maar het Forum voor Democratie organiseert tegen de coronaregels in een kerstmarkt op een boerenerf in Wijster. Ondanks de overtreding grijpt de politie niet in. En dat is een bewuste keuze. Nou, de chef van de Nationale Politie heeft zaterdagavond naar de persconferentie van het kabinet op tv gezegd. We hebben geen capaciteit de eerste 48 uur om bijzondere handhaving hierop te laten plaatsvinden. Dus dat geeft voor een deel al antwoord dat de capaciteit bij de politie om deze reden niet uitgebreid is geweest van het weekend. En je moet altijd keuzes maken. Keuzes maken dus. En de kans is aanwezig dat we in 2022 vaker gaan zien dat de politie niet overal meer aanwezig kan zijn. In het noorden heeft de politie op papier een overschot aan personeel. En daarom wordt al jaren gesneden in het personeelsbestand. Agenten uit het noorden zijn daarnaast regelmatig hard nodig bij coronademonstraties elders in het land. Bijvoorbeeld in Rotterdam en Amsterdam. De maatschappelijke onvrede zie je toenemen. Dus we zijn vaker, gewoon nodig bij demonstraties en bij, nou ja, noem het allemaal maar op. Hè. Dus als je het nou bijvoorbeeld hebt over een evenement, het is als vanzelf dat iemand die een evenement organiseert, die moet ook zelf zorgen dat dat een veilig evenement is. Daar heb je de politie niet voor nodig. Pas als het uit de hand loopt, als het een openbare ordeverstoring is, dan zijn wij er. Nou, en daar zijn wij wel scherper in.
De verlaging van de capaciteit in het noorden komt op het moment dat er vanuit de maatschappij juist meer verwacht wordt van de politie. Mede door de coronademonstraties, maar ook door de opkomst van cybercrime en het bestrijden van de georganiseerde misdaad is de werkdruk voor agenten hoog. En in het noorden moet het werk dus voortaan met minder mensen worden gedaan. Wat wij dan proberen te doen is veel verder naar voren te kijken. Dus alles wat we weten, dat we nu al weten bijvoorbeeld wat over 2 maanden gaat plaatsvinden, daar gaan we dus nu al rekening mee houden en daar gaan we nu dus al keuzes in maken. En zo proberen we te voorkomen dat onze medewerkers op het moment dat het zich voordoen, dat die geconfronteerd worden met hey, ik had dit, maar ik moet ook dat. De politie mag dan strengere keuzes moeten maken over inzet bij evenementen. Dat betekent niet dat eventuele railschoppers gewoon hun gang kunnen gaan. Bij incidenten grijpt de politie als vanouds gewoon in. Als wij nodig zijn, dan zijn we er. Dus ons allerbelangrijkste is er zijn op het moment dat het hier in het hier en nu, zeg maar, dat er een incident is. Dat is prioriteit 1. Voor welke evenementen minder politie beschikbaar is, is nog niet bekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heropent het onderzoek naar het mortierongeluk in Mali, waarbij in 2016 militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving om het leven kwamen. Beide slachtoffers waren gelegerd op de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. De militairen kwamen om tijdens een oefening. Dat gebeurde toen de granaat van een 60 mm mortier ontplofte. De OVV had na onderzoek meteen al harde kritiek op Defensie. Na het verschijnen van het rapport traden toenmalig minister Janine Hennis en de hoogste militair af. De onderzoeksraad wil nu echt de onderste steen boven hebben. Nabestaanden stapten eerder naar de rechter om vervolging van Defensie af te dwingen, maar die zaak is uitgesteld. De afgelopen maanden zijn tientallen schapen het slachtoffer geworden van de wolf. Toch moet samenleven met het dier mogelijk zijn, zegt de Vereniging Natuurmonumenten. Vandaag is het startsein gegeven voor de campagne Wennen aan de Wolf. Hier kan straks geen wolf meer langs. Er wordt een stevig wolfwerend raster geplaatst. Dit hek met stroomdraden moet het roofdier bij de schaapskudde van Natuurmonumenten bij Lee vandaan houden. Het zal een hongerige wolf letterlijk een lesje leren. Die stroomdraden die komen aan de buitenkant van dit bestaande schapenraster. En die wolf die komt natuurlijk van buitenaf, wil die nu eigenlijk heel graag naar binnen om een schapenboutje te kunnen veroveren. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat hij een enorme klap stroom krijgt, zeg maar. Dat hem dat dusdanig afschrikt dat hij denkt van nou, ik verkies wel een reetje. En ik laat die Drentse heideschapen, laat ik met rust. De herder had eerder al maatregelen genomen om de kudde 's nachts te beschermen. Slapeloze nachten had hij niet, maar er waren wel zorgen. Slapeloze nachten is wel een heel groot woord. Maar we hebben wel al een aantal hekken gemaakt boven de kooideuren, zeg maar. Omdat dit wolvenraster, daar wordt nu hard aan gewerkt, maar is natuurlijk nog niet klaar. En de wolf is er wel. Dus we willen de dieren ook beschermen wanneer ze in de stal zijn. En we hebben hekken gemaakt boven de onderdeuren, zodat de dieren toch lekkere frisse lucht in de stal krijgen, maar dat de wolf niet in de stal kan komen. Maar is er dan een wolf op het Dwingelerveld? Ja, dat weten we niet. De wolf is wat dat betreft best wel een beetje stiekem, hè. Maar goed, in Zuidwest-Drenthe is het gewoon een gegeven dat de wolf hier is. En in de Drents-Friese Wold loopt ook een paardje, een mannetje en een vrouwtje. En op dit moment, ik als herder, heb hier in het Dwingelenveld zelf nog geen wolf gezien. Maar je moet er ook niet op wachten totdat er problemen komen. Wij willen gewoon voorbereid zijn op de komst van de wolf. En vandaar ook dit wolvenraster. Terwijl de werkzaamheden in volle gang zijn, lanceert Natuurmonumenten vandaag bij deze schaapskooi haar landelijke informatiecampagne Wennen aan de Wolf. Het doel daarvan is eigenlijk dat we mensen meer willen vertellen over de wolf. Wie is de wolf eigenlijk en wat doet hij eigenlijk? En wat het wennen aan de wolf. Iedereen moet wennen aan de wolf dat hij er weer is. Aan de aanvallen op schapen wil niemand wennen. Daarom zijn deskundig geplaatste hekken nodig. Maar ook de juiste feiten. We willen eigenlijk feiten en fabels onderscheiden. En mensen een beetje afhelpen van het roodkapjesyndroom wat er heerst omtrent de wolf. En misschien ook wel wat onterechte angsten wegnemen. Al sinds 2015 is er geregeld een wolf in Drenthe. Samenleven met een wolf in de provincie moet volgens Natuurmonumenten goed en veilig kunnen. Maar het vraagt wel iets van ons. Het vraagt een omslag in ons denken en een acceptatie van dat de wolf er is. Want daar kan je aan sturen wat je wil. Die wolf doet zijn eigen ding en die houdt zich niet bezig met wat wij daarvan vinden.
In de winter kan een kind nog steeds heerlijk buiten spelen. Dat is de boodschap van het Instituut voor Natuureducatie. Toch spelen kinderen in de winter gemiddeld maar 5 uur per week buiten. Dat moet anders, vindt het instituut. En een kinderopvang in Dwingelo is het daar helemaal mee eens. Ik kan het niet. Oh, je mag zo, wil je ze even uit? Ja. Wil je ze even uitdoen? Op kinderopvang De Broekies zie je veel mensenkinderen. En hier en daar ook wat dierenkinderen. Welke beestjes zijn hier allemaal? Geitjes en koeien. De kinderopvang zit namelijk op het erf van een boerderij. Een bewuste keuze om kinderen met het buitenleven kennis te laten maken. Als we hier zijn op de boerderij, zijn de kinderen heel veel buiten. Op de boerderij is altijd wel te beleven, is altijd wat te vinden. Is het nooit saai. En dat heb je in een dorp veel sneller. Ook op zo'n frisse dag als vandaag zijn de kinderen voornamelijk buiten. Het moet wel heel gek gaan, mocht dat een keer niet voorkomen. Al is het dus alleen maar omdat de geiten gevoerd moeten worden, omdat de dieren verzorgd moeten worden. En dat is een vast onderdeel van de structuur, dagelijkse structuur met de kinderen. Vind je dat leuk buitenspelen? Kun je eens vertellen wat je dan leuk eraan vindt? Glijden. In de tunnel lopen. En omhoog klimmen. Daar hebben we een hele mooie boom staan. En die is nu omgetoverd tot klimboom. Ja, dat vonden we eerst wel een beetje spannend. Want ja, uit een boom kun je ook vallen. Maar bomen klimmen hoort ook bij ontwikkeling en zelfvertrouwen opdoen. Het Instituut voor Natuureducatie heeft een heel buitenspeelprogramma opgezet voor de kinderopvang. Liefst 3700 opvanglocaties doen hieraan mee. Dus ook de Broekies. Hoewel die al wel doorhebben hoe of je goed buiten spelen moet. Het naar buiten gaan alleen al, de kinderen vermaken zich al heel gauw. Ja, nou heb ik gisteren een klein beetje gehad over een sunnigie. Ik heb hem vandaag niet zien. Het was wel koud, vies koud. Vanavond giet de wind liggen en wordt het wat rustiger in de locht. Het klaar op, de heilige condities die blieben wel. Het wordt een graad of veer en het blieft ook droog. De kriegmorgen van is een grieze dag. Ligt kans dat in het noordwestelijke deel van de provincie de zon nog een beetje schijnt. Het wordt niet koud, met een graad of 7, misschien wel 8. Dan kijken we nog even vooruit. Zaterdag is er haast geen wind, daardoor wel veel mist bij een graad of 7. Misschien spat die motregen. En na zaterdag, zondag en ook de maandag, dan trekt de mist voort, maakt plaats voor wat bewolking. Dus we houden dat griezen weer. Misschien nog een klein zonnigje erbij en het wordt weer een graad of 7. En misschien wel 8. Groeten van u dan en tot morgen. Robert, dankjewel. Tot zover het Drentse nieuws. Meer vindt u natuurlijk in de app en op de website rtvdrenthe.nl. Daar leest u op dit moment onder meer reacties op het plan van de NAM om afvalwater van de oliewinning te injecteren in de Drentse bodem. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.